Hallo Schorpioen, leuk dat je kijkt naar deze astro-tarot-voorspelling voor de maand februari 2018. Ik gebruik voor deze ronde de Rider Waite Tarot. En zo dadelijk ga ik uit deze stapel één kaart voor jou trekken die specifiek voor de maand februari geldt voor jou als Schorpioen. Nou, deze kaart geeft een bepaalde ontwikkeling, een bepaalde tendens aan en geeft je hopelijk ook adviezen of bepaalde inzichten voor de maand februari. Nou, inmiddels heb ik ze al flink geschud en deze kaart wordt het voor jou. En dat is de kaart 14, de matigheid of gematigdheid. Dat is een van de grote arcana kaarten. En deze kaart geeft aan dat jij in februari weer even de balans mag gaan herstellen in je leven. Dat kan dus met je relatie te maken hebben, dat kan met je gezondheid te maken hebben, met je werk. Misschien de combinatie werk en privé, met vriendschappen of familieleden. Deze kaart geeft heel duidelijk aan dat je het even wat rustiger aan moet doen. Het wil niet zeggen dat je moet stoppen of alles neer moet gooien waar je mee bezig bent. Maar gewoon wel weer een nieuwe balans zien te vinden. Ook tijd voor jezelf inruimen. Dus niet alleen maar met anderen of voor anderen bezig zijn, maar ook jezelf daarin niet vergeten. Het is heel belangrijk dat je weer in contact komt, namelijk met je gevoel. Je ziet dus ook deze persoon, deze engelenfiguur in het water staan met één voet, maar ook met één voet op de aarde. Dus het is de combinatie van je gevoel, de werkelijkheid, maar ook je spiritualiteit. Het mag allemaal weer in balans komen. Het mag weer allemaal in rustiger vaarwater terechtkomen. Deze kaart geeft ook een bepaald vertrouwen aan. Van je mag vertrouwen hebben dat met alles wat je doet of met alles wat je loslaat of mee bezig bent, dat je daarin wordt geholpen, dat je daarin wordt begeleid. Dat er iemand is die over je waakt of die je ondersteunt daarin. Dus dat is ook weer wat dat betreft een hele mooie kaart om te weten dat je er niet alleen voor staat. Maar het is wel belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt, de balans terug laat komen in je leven en dat je wat meer in het moment leeft, wat meer in het hier en nu en niet alleen maar in het verleden of in de toekomst. Nou, ik hoop natuurlijk dat je hier iets mee kunt en vooral ook iets mee gaat doen. Ik wens je natuurlijk een hele mooie maand februari toe en ik dank je hartelijk voor het kijken. Doei!